Ja, heel veel zin in. Voorbereiding van 8 weken gehad. Best wel lang moet ik zeggen. En ik denk dat we klaar voor zijn om de competitie goed te starten. Hey, ik zag in de groep tijdens de training zag ik een ontspannen sfeer. Ja. Is er een ontspannen sfeer in de groep? Jawel, want we hebben natuurlijk wel 8 weken voorbereiding gehad. En dat is lang, van 25 juni al bij elkaar. Maar oké, okay, dan zie je zo'n laatste training moet, dan is alles al, we weten alles al. We weten alles van Helmond Sport. We weten hoe we gaan spelen. Dan moet je zo'n laatste training gewoon lekker zo, gewoon trainen hoe wij nu getraind hebben. En dat is prima. Waarom zijn jullie er klaar voor? We hebben goed alles doorgenomen. Ik denk dat we tactisch goed degelijk staan. En we hebben een aardige voorbereiding gehad met best goede resultaten. Ja, en jullie zijn natuurlijk als groep al weken bij elkaar. Is dat dan een groot voordeel? Ja, dat is absoluut een voordeel. Absoluut. Kijk, het is, ik heb gehoord dat het hier wel eens anders is geweest de afgelopen jaren. En als je vanaf het begin af aan bij elkaar bent, raak je gewoon op elkaar ingespeeld. Hey, omdat je nou zo al lang samen bent met die groep, ga je dan ook anders een seizoen in met een hogere doelstelling? Nee, want de doelstelling blijft nog steeds. Straks heb je een top 8. En daarachter daar kunnen wij met heel veel ploegen, met heel veel elftallen, kunnen we om zeg maar, een playoff ticket strijden. Nou, die doelstelling gaat daar niet door veranderen. Dus nogmaals, we hebben een goede, fijne groep. Goed om mee te werken. Ook een jonge groep, waarvan Stankov de oudste is, onze aanvoerder. Ja, kijk, we hebben vorig seizoen natuurlijk een goed half jaar gekend. Met uiteindelijk hele mooie promotiewedstrijden, play-offswedstrijden. Ja, de doelstelling, in ieder geval de ambitie is zeker om dat weer te behalen. En er een super mooi jaar van te maken. Ja, je doelstelling noem je nu, hè? Halen van zo'n play-off ticket. En je noemt achter de top 8, maar is dit FC Dordrecht dan niet goed genoeg voor de top 8? Nou, nogmaals, dat kan ik nu niet zeggen. Maar als ik kijk naar de clubs die gedegradeerd zijn. De clubs met de begrotingen die ze hebben en de achterban. Nou ja, dan moet je gewoon realistisch zijn. En ik ben heel realistisch.